duurzaamheid hebben hoog in de vaandel staan. Dus we proberen daar ook echt heel actief mee bezig te zijn. Dat kan op allerlei manieren. En het hergebruiken van bakens die nog gewoon heel wat jaren voor de boeg hebben, past daar heel mooi in. Met de opkomst van satellietnavigatie zijn conventionele grondgebonden bakens minder nodig. De afgelopen jaren zijn we daarom bezig om een aantal van dat soort bakens om die uit te faseren. En voor die bakens zoeken we heel graag een nieuwe bestemming. AVSIS houdt zich in 1995 bezig met het bevorderen van luchtvaartveiligheid in Afrika. We kunnen genoeg landen in Afrika vinden waar deze bakens nodig zijn. Maar je wil natuurlijk ook dat ter plekke de techniek aanwezig, de kennis aanwezig is om ze te installeren en ze te onderhouden. I am extremely, extremely excited. For the longest of times we have focused on airport services and that's for obvious reasons. It screams louder in terms of the need. But in the background, air navigation is very critical for us because we know that the assurance of safety is definitely the backbone of any airline or passenger flying into our airspace. Dit is een van de laatste bakens waar nog een antenne staat die uitgefaseerd worden. Er zijn meerdere bakens, die zijn allemaal al weggehaald. En deze is de laatste die nog staat. In Nederland hebben we ze ontmanteld, we hebben ze naar ons hoofdkantoor gebracht, verpakt, klaargemaakt voor transport. Het hele pakket is de apparatuur, maar ook de reserveonderdelen, maar ook de onderhoudsboeken, de hele historie. Dus eigenlijk het totaalpakket. In as far as what these NDB's will do for Zambia Airport, it's really a far-reaching benefit for us because it's going to help us to close quite a lot of gaps that we have around the country. Some of them will be in Lusaka, but they will be spread around the country as well, so that they can address some of the gaps that we've had around the nation. Ik denk dat voor ons belangrijk is dat we altijd samenwerken met professionals hier en professionals aan de andere zijde. Dus dat we niet moeten vergeten dat Afrika niet een achtergebleven gebied is waar iedereen blij moet zijn met alles wat wij hen geven, maar dat we ook moeten zorgen dat wat die kant op gaat aan de juiste standaarden voldoet. Over the years, we have slowly been trying to close the gaps. And so we are definitely super excited about this donation. We hope we can also leverage on this to reassure our government that, you know, there is a lot of help that is required. And this is a drop in the ocean, but it will go a long way to assisting us deliver on our mandate to assure safety in the Zambian airspace. Ik vind het heel leuk om hier aan mee te kunnen werken. De afgelopen decennia hebben we lang van onze bakens plezier gehad. Ja, en nu wij ze zelf niet meer nodig hebben, is het natuurlijk heel mooi dat we deze bakens alsnog ergens anders kunnen inzetten. En nou ja, dat we dat met het team en met de stichting AVSIS en met de collega's in Zambia, dat we dat voor elkaar hebben gekregen, ja, vind ik alleen maar mooi.